In het Bontekoepark in de Zeeheldenbuurt worden vandaag twee mussentillen geplaatst. Want verderop in de wijk worden wat verouderde huurwoningen gesloopt binnenkort. Vanaf juni is de bedoeling. En bij een van die woningen zit een grote mussenkolonie. En dan moet je zogenaamde mitigerende maatregelen nemen, zoals dat dan heet. En dat betekent in gewoon Nederlands dat je moet zorgen dat er voor die mussen een alternatief in de buurt komt. Nou, dat wordt dan zo'n mussentil. En die ligt daar. Dat is een mega ding. Een soort vliegende schotel. En die komt dus bovenop die paal die ze nu hier rechtop aan het zetten zijn. Die hijsen ze zo meteen over het hek heen. Ja, dan heb je er speciale bedrijven voor die dat doen. Specialist in mitigatie. Hoe hoog is die paal? 6,5 meter. Nou, daar zitten de mussen veilig. Ja, en dat zijn ze dan, die mussentillen. Even van wat dichterbij. Dat zijn flinke jongens. En dan komen er dus twee. En die worden zo meteen met de kraan op die 6,5 meter hoge paal gezet. Nou, de paal staat min of meer. 6,5 meter. En zo meteen komt daar dus de eerste mussentil bovenop. En daar achter de berkjes komt nummer 2. In het nieuw aangelegde Bontekoepark. Langs de Bontekoestraat in de Zeeheldenbuurt. Nou, de paal staat. En dat betekent dat zometeen de mussentil erop kan. Nou, dat zijn dus enorme apparaten. Zo is vraag hoeveel mussen daarin kunnen. Ja, moet natuurlijk wel recht staan. Waterpas. Er wordt overigens niet alleen goed voor de mussen gezorgd, maar hier aan de kopgevels van de huizen zijn ook een heleboel nestkastjes opgehangen de afgelopen tijd. En die zijn dan bestemd voor gierzwaluwen. Ondertussen wordt hier ook nog de laatste hand gelegd aan de inrichting van het park. Zo wordt hier een trap aangelegd bij de ingang. Maar die ingang is voorlopig nog niet te gebruiken, want zoals je ziet staan er nog hekken om het park. En dat is om het gras de kans te geven om te groeien. Een stukje verderop in het park komt een tweede mussentil. Nou, je ziet het, er is een flink blok beton al eerder gestort, zodat het goed is uitgehard. Waar zometeen dus die paal op gezet kan worden met daar bovenop de mussentil. En zo'n mussentil, dat is niet één grote open ruimte van binnen. Nee, in die vliegende schotel, want daar lijkt het toch het meest op, zitten een heleboel nestkastjes. Hij is zeg maar helemaal verkamerd. 54 zitten erin. Dus straks met die tweede erbij kunnen hier 108 mussenpaardjes een plekje vinden. En dat is allemaal nodig dus omdat een stukje verderop achter ons in de straat op de hoek van de Oosterstraat en de Evertsestraat een mussenkolonie huist in een hele grote struik bij een woning die gesloopt gaat worden. Ja, en dan moet je maatregelen nemen en de mussen een alternatief bieden. En dat doen ze dus op deze manier. Met een mussentil, want zo heet het.
Nou, dit is maatwerk. Ja, en daar gaat hij op zijn plek. Bijna. Nou, dan moeten ze er zometeen alleen nog een laddertje tegenaan zetten, de boutjes vastdraaien. En dan staat hij er, Mussentil 1. En later vandaag, op deze 1e mei, dus ook nog een tweede, even verderop hier in het Bontekoepark in de Zeeheldenbuurt in Leiden. En hier zijn die Mussentillen dus voor nodig, op de hoek van de Oosterstraat en de Evertsestraat. In deze enorme struik, bij een rijtje te slopen woningen, huist nu nog een mussenkolonie. En die hebben dan straks een alternatief even verderop in het Bontekoepark. In de vorm dus van die twee mussentillen. Samengoed voor 108 nestkastjes.